Maar eerst over naar een andere klassieker, want vandaag, dag op dag, 30 jaar geleden, begon het WK voetbal in Mexico. En de Rode Duivels schopten toen tot in de halve finales dankzij een penalty van Leo van Drelst in de kwartfinales tegen Spanje nog wel. Voilà! Oh. Voilà! Ja. Ze stormen er naartoe! Ja, ik kan niet meer roepen. Leo van Drelst, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zou nu kunnen vragen, kan je dat moment nog haarscherp herinneren? Maar het antwoord is uiteraard ja. Waarschijnlijk wel nog, ja. Waarschijnlijk wel, ja. Dat moet echt, dat is iets waar heel veel mensen van dromen, maar het is weinig mensen gegeven, zo'n moment, hè? Ja, van dromen, ik weet dat eigenlijk niet. Bij mij was het initieel niet de bedoeling om een strafschop te nemen, maar aangezien dat Guy Thijs, dat herinner ik me nog wel, maar één naam op zijn papiertjes had, ben ik me gewoon gaan aangeven, zoals dat heet. En ja, dan bleek die laatste strafschop een beslissend te zijn. Het was toch wel wat zenuwachtig, moet ik zeggen, op dat moment. Dat kan ik mij voorstellen, Leo. Zeg, er is al heel veel geschreven en gezegd over dat WK, maar wat weten wij nog niet? Wat is er zo nog geheim gebleven? Veel, denk ik. Veel. En zeg eens één ding. Eén ding waarvan je denkt, dat weet echt niemand. Van, dat was toch straf. Ik heb ooit eens geplast met Maradona, maar ik weet niet of de mensen dat weten. Nee. Ik heb geplast met Maradona. En? Was het in orde? Redelijk? Oké. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, maar, okay. Goed, dit gesprek is bij deze al complete moeite waard. Voilà, een mooie onthulling. Zeg, Leo van der Elst aan de lijn. De Rode Duivels zijn nu al meer dan een week op stage. Een paar oefenwedstrijden op korte tijd. Was dat toen ook eigenlijk het geval? Deden ze dat toen ook op die manier? Wij zijn op hoogte stage geweest. Naar Ovrona in Zwitserland. Ja, dat bestond toen al. In Mexico moesten we op grote hoogte voetballen. En wij zijn dan 10 dagen voor afreis naar Mexico zijn we samen op hoogte stage geweest. En hebben we getraind in de bergen. Allee, getraind is een groot woord. We hebben daar vooral sneeuwgevechten gehouden. En grote sneeuwpoppen gemaakt. Maar ja, we zijn op hoogte stage geweest. Ja. Dat is misschien een tip van u, de Rode Duivels, als ze zover willen graag. Gewoon sneeuwpoppen maken. Absoluut. Ja. Zeg, misschien nog de slotvraag toch, Leo. Wat is jouw pronostiek voor dit EK? Waar gaan we geraken? Het is een vraag die vaak wordt gesteld, waarschijnlijk aan jou. Ja, ik denk dat de Belgen de halve finale gaan bereiken. Ja. Maar net niet de finale. Natuurlijk, als ze de halve finale willen bereiken, dan moeten ze waarschijnlijk eerst voorbij Duitsland. En dat zijn onze vrienden niet. Dus dat wordt moeilijk, maar... Ja, ik durf hopen op een halve finale. Ja, en die verdediging, daar moeten we ons geen zorgen over maken? Dat komt... Nee, absoluut niet. Dat komt allemaal goed. Allee, hoop ik toch. En Leo, als jij het zegt, dan geloof ik dat helemaal. Ja. Dankjewel voor de onthulling. Ik ben blij dat ik er ook niet verder op doorgevraagd heb. Liefst. En maak er een geweldige ochtend van. En geniet nog even na, want het is 30 jaar geleden dat WK daar begonnen is. Dat is toch al even een tijd geleden, maar... Dat is al een tijdje geleden, inderdaad. Ga daarvan genieten. Het zit gebrand in ons geheugen, zelfs in dat van mij. Ik heb het niet meegemaakt. Hey Leo, goedemorgen nog. Hè. Goedemorgen. Bye. Bye. You make us cute.